De borgen in Groningen ontstonden in de late middeleeuwen toen boeren leemhuizen huizen vervingen door zogenaamde steenhuizen, welke gebouwd werden van grote roodgebakken stenen, de zogenaamde kloostermoppen. Zo konden de boeren en hun families zich beter verweren tegen vijandelijke invallen. Toen in de 14e en 15e eeuw de bewapening zodanig voortschreed dat steenhuizen niet langer veilig waren, gingen de bewoners er langzamerhand toe over deze om te bouwen tot rijk uitgevoerde landhuizen of borgen. De Vrijlemaborg is net als andere borgen ontstaan als een stoer en eenvoudig steenhuis. De borg is eeuwenlang bewoond geweest door families die hun stempel op het gebouw en de inrichting duidelijk hebben achtergelaten. De charmante vermenging van kostbaar antiek en alledaagse persoonlijke voorwerpen geven een meerwaarde aan het dagelijks leven in de Vrijlemaborg. De stijl van de museale inrichting loopt door tot ongeveer de jaren 50. En probeert zoveel mogelijk het bewoonde karakter te benadrukken. Van het interieur boeit in eerste plaats de grote zaal. Het biedt een prachtig uitzicht op het achterliggende park. Het is een mooi decor voor het jaarlijks openluchtspel. Niet alleen de acteurs zetten zich hier enthousiast voor in, maar ook kostuummakers, podiumbouwers en spelers. De activiteiten geven aan dat de borg steeds meer een multifunctioneel karakter heeft gekregen. Met veel kanongebulder kan men ieder jaar in het park veldslagen bewonderen. Hier brengen tientallen acteurs een stukje levende historie en zo verlevendigen ze de militaire geschiedenis. Ook kan men in het park genieten van allerlei vormen van kunst. Nu is de tijd van wraak gekomen. En wraak, Bartolo, is zo'n zoete. Ik ga jou precies vertellen. Ontvangsten en culturele gebeurtenissen vinden meestal plaats in de grote zaal van de borg. De grote zaal is eenvoudig maar stijlvol versierd en straalt met de 18e eeuwse vergulde spiegels harmonie uit. Twee imposante 17e eeuwse kussenkasten van palissander en eppenhout flankeren de portretten van de toenmalige borgheren. Boven de haard domineert het portret van koning-stadhouder Willem III. Het borduurwerk van de fraaie bank is van de hand van een borgvrouwe uit de eerste helft van de 19e eeuw, Louise de Sandra Veldman. In de kleine zaal hangt het portret van koningin Mary, echtgenote van koning-stadhouder Willem III. Het is de zaal waar nu huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden.
De woonsfeer is kamer voor kamer van de Vrijlemaborg tot leven gebracht. Aan de voorzijde van de borg is een vertrek als eetkamer ingericht in de stijl van de vorige eeuw. Gemeubileerd met Biedermeier meubels van omstreeks 1840. De coulissentafel biedt plaats aan 4 tot 14 personen. De tafel is feestelijk gedekt met damast, kristal, zilver en porselein. Het fraaie Chine Commande Service, letterlijk Chinees op bestelling, werd in 1790 vervaardigd in opdracht van Willem Jacob Kransen. Hij werd in 1762 geboren te Wedde en was gouverneur in Malakka en Ambon. Het oudste deel van de borg is de keuken. Hier bevond zich het stoere steenhuis en later was deze plek het domein van het personeel met daarnaast de vroegere meidenkamer. De prachtige verzameling koper en tin met de platte buiskachel en een pomphoek met glimmend gepoetste koperen kranen. De heer des huizes bracht veel tijd door in de studeerkamer, ook wel boekenkamer of vaderskamer genoemd. Hij bewaarde hier een omvangrijke boeken- en prentencollectie. In de studeerkamer staat een Ameyersfeer. Dit instrument is een model van ons zonnestelsel, waarbij ringen de banen van de hemellichamen voorstellen. Een heer van stand liet door zo'n wetenschappelijk instrument zien dat hij intelligent en goed opgeleid was. Het was een gezellig en aangenaam vertrek. Niet alleen de heren, maar ook de dames beschikten over een speciale kamer. De damessalon of het boudoir. De inrichting bestaat uit een neo-rococo-ameublement. Dit vroegere boudoir heeft een beschilderd houten plafond uit de barok en een prachtige bewerkte houten schouw. In de Gokkinga-kamer zijn meubels en portretten te zien van een van de machtigste families uit Groningen, de Gokkinga's uit Zuidbroek. Het muziekinstrument is een giraffenpiano uit de periode rond 1800. Het ameublement in de blauwe logeerkamer komt oorspronkelijk uit de borg Ekenstein bij Appingedam. De uitbundige, gemengde stijl van deze periode werd in de 20e eeuw spottend omschreven als de lelijke tijd. Oosterse en exotische objecten waren in deze tijd erg geliefd. De hele entourage van de borg met haar unieke cultuurhistorische aanleg, de rijke Stinse flora, de tuinornamenten, het koetshuis en het schathuis. Alles bij elkaar blijft dit het mooiste voorbeeld van een Groninger borg. De Vrijlemaborg. Een kasteel in het noorden van Nederland.